Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survive. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk waar we gisteren zijn gebleven. Het komt wel helemaal goed. Ja. Het is ook al meteen donker aan het worden, dus laten we ook meteen eerst even gaan slapen. Is wel natuurlijk zo handig. Goed, ik heb jullie natuurlijk verteld wat er gedaan moest worden. Daar gaan we dus, of dat nou bovengrond of ondergrond moet zijn om de piramide, zeg maar, als wij een brug moeten bouwen of hier een tunnel. En ja, ik bedoel, bij mij is het nu zelf nog dinsdag. Dus morgen komt die... voor mij dan is het morgen en dan natuurlijk op vrijdag, woensdag de video's en dan zullen de Minecraft video's al dus dan kan ik maandag eraan pas gaan beginnen. Goed, maar dat maakt niet veel uit. Wat gaan we dan verder doen? Ja, laten we sowieso maar eerst even naar de overkant gaan, want het is best wel een behoorlijke klus om voor elkaar, want er zitten ook een behoorlijke tijd hier. Maar dan wil ik hem via de trein gaan doen, dus goed. We willen dus dat op die verdieping. Dus dan zou je zeggen dat dit stuk helemaal eigenlijk weg moet. Maar ja, ik wil hem dus 30 bij 30, maar ik weet dus niet of ik het boven of juist onder grond moet gaan doen. Maar laten we eens even kijken uittellen als ik hem ondergrond doe. Want dan komt hij natuurlijk niet ook niet hier naar boven, hè. Dus moet ik even weer terug. En dan moet hij ook de trap omhoog hebben. Zo. Kijk, dan moet hij eigenlijk hieronder. Komt die? Kijk, hier had hij dat gezegd, hè? Ja, we kunnen wel zo gaan, maar dan moet je... Oké, een klap zei dat de... Dan eerst een stuk naar die kant, dat we toch die kant, maar ik weet dus niet hoeveel blokjes dit zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dus dan zullen we hier 25 blokjes moeten hebben. Dus want als we dan zo via deze kant komen, dan zou hij dus 25 blokjes verder moeten komen. Waarom kan mijn bootje niet Dus dan moet hij sowieso 25 blokjes. Oh, wacht even. Oh, heel wacht. Nu moet ik toch weer terug gaan.
Even kijken hoe... Vanuit dat hij daar zo zit. Daar zit hij 1. 1, 2, 3. Zit er 7, oké. Okay. Even deze pakken. Terug en dan moet hij dus 7. Dus dan komt hij hier. Oh, we gaan het bootje mee pakken. Dus dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, dus tot aan daar. Wacht, even opnieuw. 7, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho. Die, juist 7. Dus dan moet hij weer 25 blokjes... verder. Dus 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21. 23, 24, 25. Dus dan zal hij hier ergens omhoog moeten komen. Hier is hij dus net omhoog. Want hij geeft wel 3. Wacht, dat zijn er 3 die gewoon plat zijn. Maar ik ga gewoon in 1 stuk recht omhoog. Dus dan zullen we iets eerder. Goed. Dus tot aan daar komt hij dus omhoog. Dan moeten we ervoor zorgen dat wij... Nou, die hele berg... Dit zou ik misschien wel... plat moeten krijgen. Op zich wel een behoorlijk grote klus. Laten we eerst aan deze bomen even weg zien te krijgen. Dat we toch wel in ieder geval iets hier zo gaan doen. Dat we hier zo wel in de buurt de bomen weg doen. Zo. Even zo. Zo. Best wel een groot klus. Het handigste is om een brug is wel makkelijker. Ja, weet je wat het is? Als je het eenmaal hebt gebouwd, dan heb je het. Maar ik denk dat een brug wel handiger is.
Dus dan moet ik even kijken. Hoe we dat gaan doen. Laten we in ieder geval wel een stuk hier zo weg gaan halen. Dus, ik stel voor. Kijk. Dit was onze... Zeg maar, we hebben nog iets. Zeg maar, het is ook nog eens bijna donker aan het worden. Oh, die is niet zo heel snel. Kijken tot een vraag. Nee, gewoon komen, want hij moet. Kom dus tot en daar aan. Kijk, dat geeft ons toch. Niet zo. Dus dan kom je tot uit daar. Goed. Ja, ik zat hier vast. Misschien kunnen we morgen toch een klein stukje gaan doen. Dat ligt er naar daar. Ah nee, sowieso niet. Sorry, grapje. Bootje. Goed. Dan moeten we even kijken wat we dan... maar ik denk dat het wel helemaal goed komt. Dus ik denk dat het wel een stuk is. Kijken waar ik hem wil hebben. Daar komt de piramide. En dan moeten we ons gewoon even aanpassen. Waar een ding komt, want... Ja, want we kunnen ook bochten maken. Dat kan. Zeg wel, maar ik moet wel echt rechtdoor moeten kunnen. Goed. Mijn boot. Oh, daar is die. Jammer dat die boot het niet doet, hè. Kun je zo zoef naar die kant. Maar dit is wel jammer. Of dat hij het niet echt doet. Maar het is gewoon leuk om te maken. Ik ga weer terug naar de overkant. Dus misschien is het beter als we bijvoorbeeld aan de overkant juist gaan beginnen met bouwen. Zo. Oké. Dit hier heb ik hier. En dan wilde ik 30 bij 30 doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hij staat een beetje op 26. En ik wil 30 bij 30. Dus dan zou je zeggen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zie je, dat gaat dus niet. Dus dan moeten we toch het hier zo een beetje gaan doen. Oh ja, we moeten sowieso toch hier zijn. Damn, waar ben je dan mee bezig? Dan gaan we dus een flinke poel water. Gaan we dus weg doen. Laten we eens even daar gaan kijken. Want hier ziet er wel erg mooi uit. Oh wauw, hier is gewoon... Hier zit gewoon een eiland. Hier is wel woestijn. Aan die kant zie ik.
eigenlijk is het wel niet speedpark, maar dat is allemaal zo ver. Kom je boot. Goed, we doen gewoon op de plek waar ik heb aangewezen, daar doen we het gewoon wat, maar wat van maken. Zoals we hier doorheen kunnen. Kijk of wij naar boven kunnen. Nee, dat kan niet. Dat is ook wel erg mooi. Dan moeten we even kijken hoe we dat gaan aanpakken, jongens. Maar ik denk dat wij helemaal goed uitkomen. En dan dus, laat mij maar even... Oh ja, wacht even. Ik heb jullie al eens verteld. Het zal nu ook weer afgelopen zijn. Dus we moeten gewoon even kijken wat we willen. Komt helemaal goed, goed. Goed, nou ik ga het hier eens belaten. We zien wel wat we morgen nog meer gaan doen. Goed, kijk, ik ga het hier eens belaten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!